Welkom bij de Kafkoelmo podcast. Hey, dit is weer een nieuwe aflevering van de Kafkoelmo podcast. En vandaag heb ik de gast Jo, Nieuwe Huizen. Hey Jo, wat leuk om jou nou weer eens te zien en te horen. Hey. Welkom. Hey, is gelijk, Kat. Hey, we gaan zo lekker in gesprek en ik ben even heel benieuwd naar jou. Kan jij jezelf even kort introduceren? Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je leuk? Dat soort dingen. Mooi. Ja, dat kan ik uiteraard. Ik ben Jo alias Miss Feelgood. En ik ben gespecialiseerd in het herprogrammeren van het onderbewuste brein van de vrouw. En dat vrouwen anders functioneren dan mannen, dat zal niemand verbazen. En het brein werkt dus ook op bepaalde opzichten anders. En ik ben een van de gelukkigen. Dat is een van mijn gouden tools die ik inzet. Is een transformatiemethodiek specifiek voor het anders werkende of anders functionerende vrouw ontwikkeld. En werkt als een dolle pas heel erg bij mij. No nonsense, to the point en effectief. En er is niks mooiers dan dus vrouwen voor mijn neus te zien transformeren naar een vrouw met veel meer zelfvertrouwen. En die, veel meer haar eigen goud ook voelt. Want we weten wel heel veel. Heel veel vrouwen, die doen heel veel aan zelfontwikkeling. Top, heb ik zelf ook gedaan op zoek naar verlossing van slaapproblemen, fysieke problemen enzovoorts. En uiteindelijk wist ik het allemaal wel. Maar dat laatste stukje van het ook voelen, dat heb ik hier voor mij mee gevonden. En op het moment dat ik dat voelde in mijn opleiding, had ik echt zoiets van, Jezus, dit moet alle vrouwen weten. En waarom? Denk jeetje, nu net zoals nu net de coronacrisis gehad hebben denk ik wel heel veel van ons gevoeld en gezien hoe belangrijk het is dat die liefdevolle, zorgzame vrouw haar werk doet. Zoals in op de scholen, in de verpleging. Ik kom dan uit de lucht, uit die vrouwelijke wereld. En heb al meer dan 26 jaar gewerkt met alleen maar vrouwen. En dat kleiner maken, die onzekerheid, die faalangst, die lat hoog leggen, het bang zijn om het fout te doen, die zitten er bij veel te veel in. En als ze dus meer zelfvertrouwen krijgen, dan zal ze dus ook meer voor zichzelf opkomen en een nog grotere bijdrage leveren aan deze wereld. En daarin zal denk ik meer balans komen tussen de vrouwelijke zachtheid en de mannelijke daadkracht. En zo zijn er wel meerdere verschillen, ook in onszelf. Elke man heeft een vrouwelijke en mannelijke kant en elke vrouw, vice versa. Maar dus dat is een beetje kort wat ik doe. Vrouwen eigenlijk gelukkig maken met zichzelf. Zodat ze zien hoe mooi en kostbaar ze zelf zijn vanuit het voelen. Dus het is het herprogrammeren van haar dialoog, haar bullshit. De innerlijke criticus, dat soort dingen. Ja, ja, toch. Ja. Miss Feelgood. Nou, het klinkt heerlijk. Wie wil zich nou niet goed voelen? Ja, toch? Ja. Heerlijk. Nou, er zijn denk ik ook wel mensen die verslaafd zijn aan de andere kant. Omdat het een patroon is van het herhalen van negatieve dingen. En weet je, dat ieder huisje heeft zijn kruisje en heeft zijn eigen pad te belopen. En er zijn zoveel paden. Dat is prachtig. Dus toen ik doorhad hoe investeren in persoonlijke ontwikkeling, dat je daar nooit fout mee kan gaan. Dat je daar alleen maar de rest van je leven plezier van hebt. Ja, dan heb je zoiets van je blijft leren tot je dood. Toch, Kat? Zeker, zeker. Ja, ik geloof erin. En je had het al even kort, heel kort over jouw goud. Wat is specifiek jouw goud? Wat is jouw grootste goud? Ik zie kennis, inzichten, dat soort dingen, dat zie ik als goud. Ja, mijn goud is dat ik heel... Ja, jeetje. Dat ik goed kan verbinden, denk ik. Ik ben... ik heb 23 jaar gevlogen en dan vloog je altijd weer met nieuwe
collega's. Ik kwam in de sloppenwijk. Ik ontmoette heel veel verschillende soorten mensen, van de straat tot het hoogste niveau. En voor mij is dat, ja, dat is goud. Mensen verhalen. En dat is ook heel mooi met de methodiek die ik toepas. Dat is visualisatie die ik haar laat visualiseren. Dus ik hoor allerlei verhalen. Dus niet de shit, want daar gaan we niet naartoe. Dat is verankeren van wat je weg, wat je kwijt wil. Maar in de methodiek laat ik haar eigen verhaal herschrijven. Ja, vind ik heerlijk. Verschillende mensen. Dus ik denk dat ik open, dat mijn goud is, dat ik open sta voor iedereen zijn verhaal en iedereen zijn persoon. En met zo min mogelijk oordeel en ja, dat iedereen uniek is in wie die is. De gouden tool, dat heet dan Creatrix. Daar ben ik een gelicenseerde Creatrix Transformologist. Komt uit Australië. Ontworpen door vrouwen voor vrouwen in de Institute of Women. Ja, dat was een gouden tool die bij mij paste. Wat ik al eerder zei, no nonsense. Waar wil je vanaf? Let's go. En wat is nog meer mijn goud? Ja. Een glimlach, denk ik. Cool. Nou, dat kan ik beamen, nee. Ja, leuk. En ja, weet je, goud, rijkdom, dat zijn een beetje de dingen. Ja, dan vind ik het altijd leuk om daarover te... Ik heb het sowieso graag over positieve dingen. Maar ja, veel mensen denken daarbij ook aan geld. En geld heeft meerdere kanten, zullen we maar zeggen. En voor sommige mensen is geld ook een beetje een taboe dingetje. Vaak hebben we overtuiging over geld. En ik vroeg me af, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Dat is een hele leuke vraag, dat vind ik ook heel leuk. Voordat we over goud gaan, ik ben een zilvermeisje. Ja, ik ook trouwens. Oeps, mag ik dat wel hardop zeggen, ja. En het bling-bling ben ik ook niet zo van, ondanks dat ik denk. Wat ik van huis uit, ik ben een ondernemersdochter, een kwekersdochter. Mijn vader was OCD-kweker. Ik kreeg dus ook geen zakgeld. Ik moest voor mijn eigen geld al vanaf jonge leeftijd werken. Zelfs zo dat ik op de lagere school, ik ben de derde van drie, had mijn vader ons een eigen bedrijfje gegeven. En dat was een stel schapen achter de kassen. Mijn moeder is dan weer een boerendochter. Dus mijn vader gaf ons eigen bedrijf. En als kind zijnde. En hadden we ook te maken met dood. Met dingen regelen. Verantwoordelijkheid. Heel bijzonder. Dus als ondernemersdochter. Of dus. Heb ik wel meegekregen. Je kan het maar één keer uitgeven. Je moet het eerst verdienen. En dat is het mooie van wat de methodiek die ik toepas bij het helpen transformeren of het helpen verkrijgen van meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen bij de vrouw, is dat ik werk met overtuigingen, angsten en diepgewortelde emoties. En dat doe ik niet alleen bij mijn klant, maar wij hebben een licentie dat we ook elkaar opschonen. Dus mijn collega's, hoe schoner wij zijn, hoe beter we de klant kunnen. Dus mijn afwijzing, mijn faalangst, mijn perfectie, heb ik allemaal zelf opgelost. En als er, wij noemen het every level has its devil, als er dan weer iets nieuws opkomt in de business of persoonlijk, want je blijft leren, hadden we het net al over, je blijft nieuwe angsten. Nou, kijk naar corona. Ik heb zelfs ook mensen met bang dat ze het zouden krijgen en dat ze het niet zouden overleven kunnen helpen. Die de baan ineens kwijt waren en bang waren op straat te komen staan met kinderen. Dat soort angsten. Dus overtuigingen zijn zo, zo leuk dat je het erover hebt. Want die zijn zo krachtig. Want onbewust hebben we zoveel overtuigingen. En die negatieve, het is allemaal bullshit. Want het is maar ons eigen verhaal. Dus ik vind het super leuk dat je dat vraagt. Want dat was ook echt niet zeiken, maar poetsen. Dus daardoor heb ik eigenlijk 10 jaar lang mijn lichaam compleet uitgeleefd. Met 's nachts te werken als purser zijn bij de KLM. Had ik een slaapprobleem 10 jaar lang. Maar ik meet mezelf aan mensen die het veel slechter hadden. Want ik kwam in de sloppenwijk als vrijwilliger voor Wings of Support. En
En ik meet me aan mensen die het veel beter deden. En ik had zoiets van, ja, maar je moet niet zeuren. Ook weer zoiets wat je meekrijgt, sommigen. Niet zeuren, doorgaan. En dan dus over geld, ja. Je kan het pas uitgeven als je het verdiend hebt. Ja, maar ja. Die heb ik allemaal nu... Dus nu ook, je moet nu, het nieuwe is lekker investeren, geld moet rollen. Ja. What you give is what you get. En weet je, het komt, ik heb nu zoveel meer vertrouwen, ik kijk nu te ver weg, ik kijk naar nu, vandaag. Wat zegt mijn lichaam, wat voor creatieve dingen er komen naar boven, vind ik heerlijk. Ik vertrouw nu echt mijn creatieve en liefdevolle hart, dat was mijn thema. Bij 365 dagen succesvol coachingsprogramma 2016. En dat leef ik gewoon nu. En dat vind ik heerlijk. Ja, klinkt goed. Lekker. Hey, en ik vind het wel bijzonder hoor, dat je dan zeg maar geleerd hebt bedrijfjes spelen, zeg maar, tussen aanhalingstekens. er zitten ook nadelen aan natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja, absoluut. Het klinkt alsof je enorm in overvloed denkt. Als jij geld hebt, waar geef je het dan aan uit? Wat vind je belangrijk? We hebben allemaal geld, we wonen in Nederland. Dus we hebben allemaal geld. waar geef ik het allemaal aan uit? Een lekker kopje koffie hier om de hoek, bij Bruno's. Dan ben ik er even uit, ben ik even tussen de mensen. Ik heb gisteren... Teken je toekomst. Een workshop gedaan. Een hele leuke dame. Die heel gaaf kan tekenen. Dus het was heel fijn om ook weer live. We waren met z'n 13e. Prachtige locatie bij een klooster. En Chantal Vermeer. Echt prachtig. Die is een live tekenaarster. En zo leuk. Dus in plaats van plaatjes scheuren. Moodboard heb ik nu een. Nu naar toekomst zelf getekende. Oh, leuk zeg, leuk idee. Dus daar krijg ik heel veel energie van. En dat vind ik een investering in mezelf en in weer reflectie. Het is altijd weer goed. Dus ik weer even zoiets heb van, waarom stromen dingen niet? Dat noem ik groeipijn. Dan denk ik van, wat kan ik leren? Wat mag ik hier opruimen zelf aan overtuigingen die ik misschien toch... Stiekem, denk, onbewust. Dus dan schakel ik een collega in met Code Pink. Luister jij eens even naar mijn bullshit. Wat ik onbewust misschien wel geloof. Of ja, overtuiging, geloof je lijf. Anders zou je ze niet zeggen. En waar geef ik nog meer aan uit? Nou, niet meer aan reizen. Dat heeft niks met corona te maken. Maar omdat ik 23 jaar mijn suf gereisd heb. Enorm genoten. Vorige week zat ik een midweek in een huisje, had ik gehuurd, dat doe ik al jaren in mei, op het strand op Wijk aan Zee. En dan ben ik en aan het werk en aan het genieten en heerlijk. Dus ja, klinkt top. Genieten, daar geef ik mijn geld aan uit. Kort gezegd, als ik het zo hoor, ervaringen en genieten, ja, dat herken ik wel. Ervaringen is zo belangrijk. Ja. Leren, genieten, ontwikkeling. Ervaren. Ja. Ik heb bij mij precies hetzelfde hoor. Ja, ik vind het ook het leukste. Spullen, ach ja. Nou ja. Maar, leuk, maar goed. Zeker, tuurlijk. Wat zou jij doen met je laatste tientje? Stel dat je je hebt nog één tientje, maar ik weet niet wanneer er weer nieuw komt. Het duurt eventjes. Niet oneindig, maar wat zou je dan doen? Als je hebt gewoon nog één tientje. Jeetje. Nou, ik kijk nu naar buiten. Ik woon tegenover een geweldig bloemenstal. En daar word ik ook zo... Ook iets wat ik... Waar ik... Dan zou ik... Een bos bloemen. Ik weet niet of dat mijn tegenwoordig, dat je al die verschillende bloemen, dat je ze zelf kan uitpikken en dat elke bloem weer zijn ruimte heeft om te laten zien hoe mooi die is. Ja, heerlijk. Dus ik denk dat ik een mooie bos bloem. En het eerste wat ik in me opkwam was het weer weggeven aan iemand die het echt nodig heeft. En... ik heb 2 jaar geleden hele krachtige vrouwen leren kennen in Ghana. Dat was, ik had mijn nichtje meegenomen als laatste reis voordat ik ging stoppen met vliegen. En,
En dat waren vrouwen met gehandicapte kinderen die in een Liberiaans vluchtelingenkamp wonen in Ghana. En daar kreeg ik laatst een mailtje van dat ze honger hebben. Ja, dat raakt. Heel kort, dan denken wij van, oh, je maakt even geld over. Maar hoe maak je geld over aan iemand die in een vluchtelingenkamp woont en geen paspoort heeft? Want die heeft helemaal geen rekening. Dus ja, dan voel ik ook weer zo erg de dankbaarheid dat wij hier een dak boven, ondanks dat het natuurlijk kut weer is buiten, een dak boven ons hoofd hebben. Het waren zulke liefdevolle en krachtige vrouwen, zijn het. Dus dat is eigenlijk het tientje gaat daarheen. Ja, als je het kon overmaken, dan zou je dat meteen doen. Nou ja, ik heb hem naar weg gevonden, want zo ben jij volgens mij ook wel kat. Ja. Niet kunnen is geen optie. Nee. Dus ik heb verschillende dingen geprobeerd en nu uiteindelijk is het waarschijnlijk gelukt. Nou ja, via iemand, een Engelse vrouw die daar een school heeft met gehandicapten en valide en invalide kinderen, die ik ook ontmoet heb. En die probeert deze vrouw nu weer in haar school aan te nemen als lerares, zodat ze. Ik kan het je niet voorstellen. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Nee, dat klopt niet. Helaas. Ja. Maar goed, we zitten weer op goud. Mooi dat je het kan doen. Ja, zo moet je het ook zien, toch? Dat is absoluut ook rijkdom. Dat is mijn grootste rijkdom van het vliegen geweest, heb ik altijd gezegd. Ik heb als vrijwilliger ging ik dus de Sloppenwijk in op het moment dat ik ergens aankwam voor Wings of Sport. En dat waren dan allemaal kindertehuizen, straatkindertrajecten. Daar heb ik de meest bijzondere kinderen uiteraard ontmoet, maar ook mensen die die trajecten of projecten runden en daar hun hele leven aan gaven. Dat is mijn rijkdom geweest. Dat is wat ik heel dankbaar voor ben van die 23 jaar vliegen. Dat ik die mensen allemaal heb mogen leren kennen. En heb zoveel mooie, bijzondere dingen gezien. Mooie ontmoetingen, mooie ervaringen. Nou ja, en je doet wat je kan doen. Dat is mooi, toch? Ja, vroeger sloeg ik daarin door. Ja. Dan was ik alleen maar bezig en voelde ik me schuldig dat ik hier geboren was. En, maar goed. Die bullshit. Ja, loslaten. Wat zou je doen als je een tientje vindt? Nou, ik denk dat ik het antwoord al weet. Ja, maar die heb je net gevraagd. Nee, dat was als je nog maar één tientje had. Maar als je een tientje vindt, dat is een cadeautientje. Maar dat is al. En als geld geen rol zou spelen, als je gewoon oneindig geld had, hoe zou je leven er dan uitzien? Ja, ik denk hetzelfde. Ik vraag mezelf, net zoals gisteren ook weer zo'n dag, dat je weer stil gaat staan op en je toekomst gaat. Dan denk je, ik doe iets waar mijn hart ligt en mijn missie ligt. En waar ik wat niet als werk voelt en waar ik de meest bijzondere personen mee ontmoet. Ja, ik heb het strand om de hoek. Ja. Nee. Ik zwem in om de hoek in het ei tegenover jou. Ja. Ja. Ja, dat is waar ik... geld is een middel. En het is fijn om het te hebben, absoluut. En ik ben ook heel erg blij dat ik buffers en dat soort dingen heb. Dat ik geen financiële stress heb. Maar dat is ook weer hoe je er tegenaan kijkt. Want daar help ik ook klanten mee. Als je anders kijkt, in overvloed kijkt naar je financiële en dat je vertrouwen hebt dat het allemaal goed komt. Ja, dat scheelt zoveel stress. En stress is gewoon slecht voor iemand, voor iedereen. Dat zou jij helemaal ook wel merken. Zodra er stress is, dat jouw lichaam daar meteen op reageert. Ja, klopt. En ik geloof daarin heel erg in het zelfhelende vermogen van het lichaam. Dat ontspanning en genieten. Jij bent er ook een voorbeeld van, Kat. Dat is goud waard. Dat je dat kan. Ja, en dat realiseer ik me ook wel. Het heeft ook met veerkracht te maken natuurlijk. Met van hoe ga je met dingen om.
Vind ik ook altijd een interessant thema. We hebben het al, eigenlijk al, heb je het antwoord al een beetje gegeven, maar ik ga toch nog even vragen. Wat maakt jou nou rijk? Wat maakt jou echt rijk? Mijn gezondheid en mezelf. Dat ik nu kan zien dat ik... ik word er een soort van emotioneel van, want ik vind het dus wel een hele... Hij raakt de vraag. Ja. Dat ik heel erg dankbaar ben dat ik mezelf heb meegekregen. Cool. En dat had ik voorheen absoluut niet. Ik kon niet liefdevol naar mezelf in de spiegel kijken. En hoe mensen, net zoals gisteren waren... ook allemaal prachtige, krachtige, leuke vrouwen. Niet iedereen die dat zelf kon zien. En ja, dat raakt me, omdat ik dat zelf ook niet kon. En dan kan iedereen om je heen zeggen hoe prachtig of talentvol je bent. Maar als je dat niet, weet je wel, vanaf hier voelt, dan komt het niet binnen. En dan... dus dat is wel het grootste cadeau wat ik mezelf de laatste jaren heb gegeven. Dat ik die laatste bullshit... Of die laatste bullshit... Er komt altijd wel weer nieuwe dingen bij. Ik weet gewoon nu dat ze... Dat ook die op deze manier aangepakt kunnen worden. Ja, er zijn een hele legio en iedereen heeft daar zijn eigen ervaring in. Ik geloof hier zo heilig in. Omdat ik het niet alleen zelf ervaren heb, nog steeds ervaren en voor mijn ogen zie. Dat ik zoiets heb van, na de opleiding, ik was iemand die het liefste achter de camera stond. Ik hou ook van fotografie, vind ik ook goud. Alle mooie dingen. Mooie dingen, maar ook krachtige dingen. Oude mensen, geleefd verhalen. En nu, ik had zoiets van, dat TEDx-podium, daar sta ik. Oprah. Daar zit ik een keer. Het hoeft allemaal niet voor de camera. Daar doe ik het niet voor. Nee. Maar omdat iedereen zoveel goud en kracht in zich heeft. En dat het zo enorm zonde is dat zoveel vrouwen zich onveilig voelen om zich uit te spreken. Of zichzelf naar beneden halen. En daar heeft helemaal niemand baat bij. En dat is zo... Dat is zonde van het goud wat er ligt. Dus Kat, doe jouw... Eens? Je eens. Ik was dus dan doe ik mijn bijdrage. Jouw bijdrage. Mijn bijdrage, ja. Ik had echt zoiets van, ik moet de hele wereld... Ja. Mag dit weten. Moet dit weten. Ja. Dus, ik ben al bij TEDx Swim in Amsterdam geweest. Niet op de stip gestaan, maar wel weer een heleboel mensen. Ja, weet je. Dan gaan de dingen rollen. Dat weet je ook. Als je iets uitspreekt, dan gaan de dingen rollen. En dan komen er mensen op het pad. En dan ga je steeds verder richting je missie. En dan blijf je hart volgen. Ja. Ja. Gek. Hey, wacht even. Er komt even... Oh, ja. Je zit in de stad, hè. Dan krijg je dat. Heerlijk. Hey, heel inspirerend en leuk ook dat je over TEDx begint. En mooie ambities. Ja, ik zeg zo groot mogelijk dromen. Dat is alleen maar goed. wat is jouw we gaan het even over inspiratie hebben. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Nou, ik ben iemand die een beetje dyslectisch is. Terwijl ik eigenlijk sinds ik mezelf opgezoond heb, al elke week een nieuwsbrief schrijf met fouten erin. En nou ja, ik heb zoiets van, als mensen het niet boeit of ze eraan irriteren, dan lees ze gewoon niet verder. Weet je wel, dat is ieder zijn eigen recht. Dus ik ben niet zo'n boekenlezer. Nee. Jeetje, als je nu vraagt favoriet boek. Ik dacht net van, ik heb er wel eentje en die ben ik nu ook alweer kwijt. Nee. Nou, dat kan toch gewoon. Ik heb dus 10 jaar in een boekhandel gewerkt. Ik edit boeken voor mijn werk. Maar ik hou ook niet van lezen. Okay. Ik lees, luister alles. Hè? Dus ik luister, lees, hoe je het dan ook wil noemen. Luisterboeken, dat is voor mij het ding. Dat vind ik heerlijk. Ga ik lekker lopen, ga ik lekker boek luisteren. Dus daardoor lees ik heel veel boeken. Als ik op de bank moet gaan zitten met een boek, dat gaat niet gebeuren. Nee, die zin snap ik je hoor. Dus.
Over boeken gesproken, ik ben bezig samen met een collega die ook dyslectisch is. Twee dyslecten die een bestseller schrijven. Cool. Ook weer, omdat zij ook zoiets had van, weet je wel, dit moeten vrouwen weten. Dat weet je, dat ze zoveel in zich hebben. En dat, dus het wordt een combinatie van, inspirerende verhalen. Want het brein werkt heel goed op verhalen. En wat oefeningen en tekeningen met humor, dus luchtigheid, real life stories. Wij kunnen ook een keertje jou interviewen. Ik vind het wel grappig, want ja, laat je vooral niet tegenhouden doordat je dyslexie hebt om een boek te schrijven. Dat vind ik ook altijd. Ik denk, ja, hallo, dat verhaal moet gewoon verteld worden. En er zijn altijd mensen die nog eventjes een correctieronde eroverheen kunnen doen. Ja, ik ben zelf boekeditor, dus ik doe niet de correctieronde, maar ik help mensen met het vertellen van hun verhaal. Dus ze schrijven een heel boek en dan ga ik kijken van, nou, hoe kan je dat verhaal wat je hebt opgeschreven het beste vertellen? Welke stukjes moeten erin blijven, welke stukjes moeten eruit, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja. ik heb nu mijn 12e boek is nu net uitgekomen. Welke zijn dat, Kat? Noem ze eens op. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor, want dan is het naam van de boeken. Het laatste boek wat ik heb geëdit, dat heet Volg je eigen weg. Het is geschreven door Irene van Gent en ik heb haar dus een jaar lang geholpen met het vertellen van dit verhaal. En het gaat eigenlijk over de 11 rituelen die je kan hanteren om je eigen weg te volgen. Bijvoorbeeld, daar is dan je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook durven kiezen en goed voor je lichaam zorgen. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus dat is heel leuk. Dan werken we samen intensief aan zo'n boek. En dan, dan komt het uiteindelijk zo leuk als je het dan in je handen hebt. Dus ik gun jullie dat ook van harte. Dat is heel leuk. Keep you in mind. Verheug je er maar vast op dat het echt is. Heerlijk. Ja superleuk. Daarop inhaken. Want iets wat ik vroeger ook deed over overtuigingen. Ik vond dus dat ik alles zelf moest doen. Want ik was een stoere meid en kon het allemaal zelf. En een van de overtuigingen die ik had meegekregen. Want je kan ook overtuigingen overgeërfd hebben in je cellen, in je DNA, dat kan je zoeken wat je wil. Maar je hebt er last van en dat is het belangrijkste, dat je dat gaat aanpakken. Maar dus hulp vragen. Mijn idee was altijd van, ik mag niet iemand anders. Dat wordt aangebeld. Ik mag iemand anders niet lastigvallen. Dat is een overtuiging. Dat ik iemand lastig viel als ik hulp vroeg. En dat moet je toch ook wel zelf kunnen. Want anders was het een soort van zwakte als ik dat niet zou kunnen. Ja. Nou, nu die heb afgedaan, losgelaten. Verademing. Mijn neefje van 16 die helpt me mee editen. Vriendin die administratiespecialiste is, heeft me helpen opzetten van mijn online administratie als Miss Feelgood. En nu ik zit en ik vraag, en als iemand nee zegt, is het ook helemaal goed, want ik voel me niet meer afgewezen. En ik voel me niet meer lullig daarna, van oh, hoe heb je zo stom kunnen zijn om te kunnen vragen, dat moet je toch ook zelf kunnen. En iemand, dus die grammofoonplaat is gewoon een ander singeltje opgezet, met een post-it liedje erop. Oh, die ga ik ook aan. Ja. Dat scheelt heel veel stress, energie. En het is zo leuk, want mensen konden vaak tegen mij zeggen, joh, je bent altijd voor iedereen bezig. Je bent altijd iedereen aan het helpen. Ja. Maar kan je zelf ook wel ontvangen. En ik kon dus gewoon niet ontvangen. Nee. En je ziet hier dat hart. Dat was het eerste wat ik, dat is voor mij het symbool, dat ik mocht gaan ontvangen. Het was een passagier aan boord die mij een cadeau wilde geven. Nou, dat is een hele rare gast. Volgens mij had hij, weet ik veel wat, allemaal voor middelen op. Maar goed, hij zei einde van de vlucht, joh, ik wil je wat geven. En toen kwam hij met iets aan dat hij wilde geven. Dat ik dacht van, nou, dat is helemaal niks voor mij. Ik zeg maar, we verkopen ook See Me harten die door
vrouwen die mishandeld zijn of misbruikt zijn in Tunesië, die krijgen een opleiding om dit met de hand te kunnen maken. Dus een deel van de opbrengst gaat terug naar deze dames om ze of nou ja, een eigen business te starten. Ik zeg, als je dan toch wat wil geven, geef me dan dit. Nou, dat was voor, dit is voor mij het symbool dat, dat ik mag ontvangen. Dat ik ook mag ontvangen. En daarmee weet ik nu ook en voel ik nu ook, als iemand anders ja zegt en mij wil helpen. Ik weet zelf hoe leuk het is om andere mensen te helpen. Dat is het leukste wat er is. Dus als je iemand anders dat ook gunt, dan is een win-win is oneindig. Ja, het is best wel asociaal om, het niet te, om iemand dat niet te gunnen. Nou, gift dat zijn we. Wat Elke de Boer dat dan noemt, de gift of giving. Ja, is super mooi. Dat is ook rijkdom. Het kunnen, dat heb ik ook wel, zeg ik ook wel eens, het rijkdom te kunnen geven. Is groot. Ja, als je het kan. En die ontneem je gewoon als je niet durft ontvangen. Dus in die zin is het wel mooie inzichten. Tof. Ja, heel fijn. Is dat het grootste inzicht wat je, levensinzicht wat je hebt gekregen? Of wat is jouw grootste inzicht? Mijn grootste inzicht is dat je als je van jezelf houdt niet fout kan gaan. En nu ik die zelf voel, gun ik dat iedereen. Ja. Bij jezelf blijven is het mooiste. Maar ja, het mooiste wat er is. Natuurlijk ben ik ook wel zenuwachtig. En natuurlijk heb ik ook mijn slechte dagen. En ik ben ook een mens. Ook al heb ik mis veel goed. Maar goed, ik straf mezelf niet meer af. Nee. Met die criticus. En dat is, dat is mijn goud. Ja, mijn mooiste cadeau. En dat vinden heel veel mensen een lastige vraag, maar ik ga hem toch stellen. Als je hem niet wil beantwoorden, dan zeg je het gewoon. Oh, kom maar op hoor. Als je mij echt zou kennen, zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Vul aan. Als je me echt zou kennen... Dan zou je weten dat ik nooit en ten nimmer iemand pijn, verdriet of kwaad zou willen doen. Cool. Mooi, mooi. En Ik heb nog meer op mijn lijstje staan, Kat. Ik heb nog meer op mijn lijst staan. Ik moet even kijken hoor, wat het ook weer was. Je zegt allemaal mooie dingen. Heb jij een ondernemer waarvan je zegt van nou, die inspireert me heel erg? Of een voorbeeld dat je zegt van wauw, dat zo zou ik ook wel, dit zou ik ook wel willen? Of... Ik ben niet bezig met kijken naar andere ondernemers. Omdat ik heel erg doe wat goed voelt voor mij. En natuurlijk, weet je wel, vind ik het leuk om te leren. Jeetje, wat heb ik veel geleerd sinds ik voor mezelf ben begonnen. Ik vind het fantastisch wat voor een reis dat ook alweer is. Wat ik geloof is dat ondernemers die ondernemen vanuit een liefdevol hart. Ik ga heel erg aan op startups die iets goeds willen doen voor de wereld. Dat kriebelt ook nog wel bij mij. Dat ik vorige week was ik weer veel in de zee. En dan met de golven mee. En ik heb ooit een idee gehad om met gerecycled plastic een soort handwaves te maken. Of niet zelf te maken, maar een mol. En het proces samen met in verschillende ontwikkelingslanden. Want ik heb echt in Ghana, je zag geen strand. Je zag alleen maar plastic. Om op die manier weer lokale ondernemers in ontwikkelingslanden een manier te geven om van de shit hun business te maken. En dat kriebelt bij mij nog. En mensen die vanuit hun liefdevol hart, daar kan je niet fout gaan. En je kan wel op je bek gaan, natuurlijk. Dat gaan we allemaal wel. En dat is weer opstaan en weer leren en weer doorgaan. En ik geloof er ook wel in dat er op een bepaalde manier wel verschil is tussen
Ik heb ook natuurlijk wel webinars en cursussen. En Ilko heb ik ook wel eens bij Dolly gezien. Het is allemaal inspirerend en je leert van iedereen. Maar het echt kopiëren, en dat trouwens, dat zegt Ilko ook, van wees gewoon lekker jezelf. En doe wat goed voor jou voelt. Want kopiëren, daar ben ik. Nee, zeker vrouwen gaan, die doen heel veel met hun hart en intuïtie. En daardoor is echtheid, denk ik, ook cruciaal als jij vrouwelijke klanten hebt. En zeker met wat ik doe, is een vertrouwen. En weet je, niemand is er trots op dat ze een criticus binnen heeft. En we hebben altijd maar die glimlach en die masker op. Heel veel, helaas. En dus dat, ja, het vertrouwen en het connecten. En ik geloof erin dat wij als vrouw zijn met die zorggen en heel sterke intuïtie. Maar die heel vaak niet naartoe gegaan kan worden door die overtuiging of die angsten of dingen die ze mee hebben gemaakt. Dus ik geloof er ook in dat mannen en vrouwelijke ondernemers anders ondernemen. En ik heb ook wel eens gezien dat uit onderzoek blijkt dat de start-ups die van beide, zowel vrouwen als mannen in de directie hebben, de grootste kans hebben om te slagen. En ik geloof in talenten van beide. Dan is het van levensbelang dat iedereen die ergens werkt vol zijn goud kan, zijn goud kan gebruiken. Zonder zich bang te voelen of onveilig te voelen of bedreigd te voelen of bang om afgewezen of niet goed te doen. Ik denk dat je dan echt in een bedrijf goed met je mensen omgaat. Ja. Dat ze zich eerst gezien, gehoord voelen. En de verantwoordelijkheid voelen. Die liet net al in het boek zien. Weet je, geef mensen de verantwoordelijkheid over hun leven. En over wat ze te bieden hebben en wat ze leuk vinden. Dat werkt veel meer dan dat je iets oplegt of van bovenaf. Dus ondernemers die hun hart volgen. En die hun bijdrage willen leveren aan een mooiere wereld. Dat... Cool. Nou, ik ben heel benieuwd wat je dus... Wat dat plan wat je hebt, of dat... dat gaat vast nog wel een keer het licht zien, denk ik zomaar. Want je vertelt het zo passievol. Super cool. Ja. Ik vind het een heel mooi verhaal. Nog even op aanhaken, dan kom jij ook, Kat. Want als het goed is, ik heb wel eens gehoord dat Michael Franti... in een eco-resort waar ik ook geïnvesteerd heb en waar ik ook straks, denk ik over een jaar, 3 maanden per jaar ga zitten met soortgelijke. Ja, dan kom jij ook. Kom ik gezellig ook even langs. Ja, nou, dat lijkt me wel. Jij ook. Ja, gaan we daar een review houden. En als Mark Franti er is, dan kom ik wel. En als jij er bent, dan kom ik ook wel gezellig. Ja. Gaan we weer op de bomen. Ja, dan moet ik er maar eens meer over vertellen. Want hebben we het een keertje over gehad, ja. Dat vind ik interessant. Want sowieso, nou ja, goed. Die is Michael Franti, dat is de ondernemer die ik bewonder. Alles wat je net zegt, inderdaad. Het met de hart op de goede plek dingen proberen voor elkaar te krijgen. Dat vind ik ook heel inspirerend. En als je maar zo'n klein stukje dat kan pakken en daar iets mee kan doen, dan ben je al, ja. Weet je, alleen heb je dit wat je kan doen. Je eigen invloed, je eigen rolmodel zijn voor degene om je heen. Ja. En samen heb je een ripple effect dat uiteindelijk, als je dat laat zien en je geeft het over aan je kinderen of... Ik heb dan geen kinderen, maar wel mensen om me heen of mijn suikerkinderen. Dat is denk ik ook het hele doel. Hoe beter je zelf in je vel zit en hoe beter je voelt, hoe meer energie je hebt ook om dat te doen. En Michael Franti heeft ook genoeg tegenwerking gehad in zijn leven. Dat zie je denk ik ook wel. De grote ondernemers die... Die tegendraads, of voor sommige mensen de overtuiging dat het tegendraads is.
ja, wel vol blijven houden. Dat, en blijf geloven in wat voor jou goed voelt. En dan kan de rest zeggen wat hij wil en commentaar hebben. Maar goed. Ja. Zo zijn de mooiste dingen in deze wereld ontstaan ook. Van mensen die voor gek verklaard werden. En het toch maar weer voor elkaar kregen. Ja, al het nieuwe is voor een heleboel mensen eng. Of, ja. Ja. En het dan toch nog doen. Ja. En daar het lef voor bij elkaar zien te vinden om dat te kunnen doen. Nou ja, met wat supporters aan de zijlijn, zoals wij. Hè? Ja. Wij zijn ook de cheerleaders van de mensen die... Dus ja. Dat... Maar daar is de zichtbaarheid ook wel weer een belangrijke tool in. Laat zien waar je voor staat. En dan trek je vanzelf mensen aan die dezelfde missie hebben. En die dezelfde hartpassie hebben. Ja. En dan kost het geen energie. Dat is enorm krachtig. Ja, daarom moet het ook een echt verhaal zijn. Ja. Dat is wel echt essentieel. Want anders trek je precies de verkeerde mensen aan. En dat is niet de bedoeling. Dus dat is, Nee, dat gebeurt denk ik iedereen wel in zijn leven. En dan is het weer dat je bij jezelf nagaat. En weer die verantwoordelijkheid neemt. Van ja, ik kan diegene de schuld geven. Maar ik kan ook bij mezelf kijken. Waarom heb ik dit toegelaten? Of waarom heb ik hierin meegegaan? Wat heb ik hier zelf in te leren? Of op te lossen aan overtuiging, angst of bullshit? Ja. Ja. En pak het aan en zie het als een grote leerschool en blijf er niet in hangen. En, Heb jij verder nog tips of een tip voor onze luisteraars? Tips? Ja, legio. 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 Nou, ik denk voor mij het belangrijkste was in mijn leven en wat ik ook zie bij in mijn praktijk, is dat bewust worden van je eigen dialoog, van je eigen bullshit, de grootste stap is naar verandering. Want pas als je bewust wordt van wat je jezelf allemaal aandoet, want wij praten niet zo negatief en kritisch naar onze kinderen of onze dierbaren. Dat is het mooie van wat ik doe, is dat ik haar, zeg maar, al die mooie wijze lessen die zij naar haar beste vriendin kan vertellen, die onzeker is of denkt dat ze het niet kan of wat dan ook, daar laat ik haarzelf mee herprogrammeren. Maar daarvoor is dat dus een enorme grote criticus, waarmee ze zichzelf naar beneden haalt, wat stress kost, waar ze zich klein mee maakt. Ik deed het allemaal zelf. Dus word bewust van je eigen dialoog. Ga eens na, want we hebben 60.000 gedachten per dag. En daar is 70% negatief. En voor vrouwen is dat meer dan 70% zelfs. Wow. Ja, bizar. En dan nog, dat is ook weer zo'n cijfertje wat je doet realiseren van, jeetje, ja. Dan hebben we het over die grammofoonplaat. Het blijkt dan eens toch dat we 90% van wat we die dag ervoor onszelf mee vervuilden, aan bullshit, onzinverhalen, gedachten in ons hoofd, de volgende dag weer repeteren. Ik vind het raar dat we dat gaan geloven. Want dat is onze waarheid. Maar er is geen waarheid. Niks is waarheid. Het is allemaal onze eigen verhalen. Dus dat is het belangrijkste. Dat zou ik echt de luisteraars weer meegeven. Van ga jezelf... Ga eens luisteren naar je eigen dialoog. En ga ze opschrijven of inspreken. Maar word er bewust van. En ga dan eens kijken. En dan, jij zei het al een paar keer. Is het overvloed of belemmering? Zijn het belemmerende overtuigingen? Geven ze me stress? Kosten ze me energie? Dan zijn ze niet goed voor me. Of geven ze me energie? Ja, dan zijn het gedachten die je vervolgens, als je dat bewust bent, kan je ze ook weer vaker bewust inzetten. Ja. Dus als je dan even wat kutter voelt, denk je, oh ja, waar word ik altijd blij van? Oh ja, van die gedachten. Of gebruik je, want dit is één grote bibliotheek met herinneringen, beelden, wat gebruikt wordt in de methodiek die ik mag toepassen. Dat is één grote onbewuste brein van beelden. En je gedachten bepalen je gevoel. Dus als jij even wat minder in je vel zit, ga dan het voeden met positieve. Je kan zelfs tot je dood maak je nog nieuwe neuropaden aan in je brein. Dus ga dat
bewust voeden. Met herinneringen van, oh, weet je wel, dan lag ik daar in mijn hangmatje. Of, nou ja, vorige week heerlijk zit ik in die zee en dan voel ik die golven. Weet je, dan krijg je meteen al een instant fijn gevoel. En daarmee leid je je brein af op dat moment van het negatieve waar je door beïnvloed, negatief beïnvloed werd. Je brein kan maar naar één stem luisteren. Laat het dan een positieve stem zijn. Ja. Dus dat is wat ik mij, ja, bewustwording is de grootste, ja, stap naar verandering. Want als je bewust weet met waar je jezelf mee vervuilt, kan je ook bewust keuzes maken om daar wat aan te gaan doen. En dan zijn er enorm veel wegen die naar Rome leiden. En wat bij jou past. En wat op dat moment bij je past. Want we veranderen in ons leven ook. Van allerlei dingen. En maak dan een bewuste keuze om het ook te doen. Want dat zijn eigenlijk drie stappen. En die stap is voor een heleboel mensen eigenlijk ook heel normaal, menselijk. Dat die best wel moeilijk is. Want jouw overlevingsmechanisme, jouw fight-or-flight modus, wil jou in je oude patroon houden. Daarom is het ook zo moeilijk om patronen om te zetten. Omdat dat mechanisme jou beschermt. Want het mag niet meer naar die pijn, want stel dat dan. En die is heel sterk. En daarom is dat de methodiek die ik toepas ook zo effectief. Omdat we dat even op een zijlijn zetten. En daardoor dus je onderbewustzijn openstaat voor jouw eigen wijze lessen. Om dat te herprogrammeren. Maar als je die weerstand voelt of uitstelgedrag van, maar het komt wel over een maand. Ja, dat is wel interessant, maar ga daarna eens kijken. Waar heb ik uitstelgedrag op? En wat vind ik best wel spannend? Want dat is je saboteur. Maar die kan jij. Iedereen kan zijn eigen saboteur zeggen, dikke vinger, drie bier. Ik wil naar die andere kant. Ik wil verandering, want dat is niet meer goed voor me. En als je, weet je, met wilskracht, nou, als één iemand wilskracht kent, dan ben jij het wel, kat volgens mij. Als je maar goed jezelf onthoudt van waarvoor je het doet en wat het resultaat is, dan kan je dat uitstelgedrag, dan maak je plannen en dan doe je het. En dan ga je ervoor. En dan ga je er geheel voor. En dan lukt het ook. Want als jij je mind erop zet, dan lukt het. Ja, dus, ja, nee, eens. Ja, ik heb het ook zo ervaren. Je kan denk ik alleen op die manier dat allemaal achter je laten, al die dingen. En ik gebruik de happy listen, dat is mijn tool, zeg maar. Het is inderdaad een lijstje met alle dingen waar ik energie van krijg en waar ik blij van word. En op het moment dat ik dan denk, nou, ik herken hier wat patroontjes en wat dingetjes die... Beetje inderdaad dat ik in de platen een beetje grijs aan het draaien ben. Dat, ja, ik ben me daar inderdaad al heel bewust van. Dat is oefenen inderdaad. En ja, dan op een gegeven moment kan je het. En dan en als ik dat merk bij mezelf, dan heb ik de happy list. En dat is dan mijn functie, zeg maar, om dan weer even daar uit te komen. En weet je, dat is fantastisch. Als dat, we kunnen zoveel zelf. Dat is leuk, die happy list. En als je dat echt, als je dat allemaal kent en voor bepaalde dingen die toch weer blijven terugkomen. En daar is ook onderzoek naar gedaan, zeker bij vrouwen, bij NLP-cursussen, bij bepaalde dingen. Dat toch weer die onzekerheid en die faalangst of dat perfectionisme boven komt. Dan zijn dat waarschijnlijk overgeërfde patronen die gewoon dusdanig diep zitten dat overlevingsmechanisme daar dus op blokkeert. En dan is dan zou je bij Miss Feelgood langs kunnen komen gaan. Ja, precies. Ja, of een webinar volgen. Of weet je wel, er zijn zoveel dingen. En we dan vooral doen wat goed voor jou voelt. Want het kan alleen maar werken als je er zelf in gelooft. Ja. Ja, daar wilde ik inderdaad eventjes naartoe, Miss Feelgood. Als mensen met jou willen werken, als ze nieuwsgierig zijn naar de methode die je gebruikt, waar kunnen ze jou vinden? We doen ook de adressen, zetten we ook in de show notes van de podcast, maar het is natuurlijk ook wel lekker als je even vertelt. Waar ben je te vinden? Ik heb een website, www.missfeelgood.nl. Ook weer zoiets, die heb ik zelf gebouwd terwijl ik dacht dat ik een digibeet was. Je kan meer dan dat je denkt. Kwestie van doen, leren en hulp vragen, is mijn ervaring geweest. Ik geef regelmatig webinars. Aanstaande maandag weer zijn gratis webinars van ongeveer een uur. Verlos jezelf van je innerlijke criticus. Waarin ik de drie stappen die ik net al noemde
nog wat meer uitlicht. En op het eind laat ik ook nog wat meer, voor degenen die daar interesse in hebben, vertel ik wat meer over de creative methodiek. Waar kunnen ze nog meer? Ja, op YouTube kan je mijn voor- en na-filmpjes zien. Die is heel sterk. Of ja, wat ik dus bij mijn klanten zie, non-verbaal, 80% van wat je zegt is non-verbaal. Dat is een van de eerste dingen die ik leerde meer dan 25 jaar, bijna 30 jaar geleden op mijn KLM-basiscursus. Daar zie je dus voor en na. En ik film mijn klanten ook voor, omdat het zo natuurlijk is dat ze al die bullshit zichzelf niet meer mee vervuilt, dat ze het niet eens meer doorheeft. Dus dan bij de afsluiting laat ik ook dat filmpje weer zien en sommigen zeggen, ja, ik zie mezelf daar zitten, maar ik ben het niet meer. Sommigen zeggen, jeetje, wat had ik een issues. Ja, niks in mij zegt nog dat ik dat, waarom zou ik mezelf nog zo afmaken? Of zo, niks in mijn lijf heeft meer het gevoel dat ik dat wil. Of dat ik dat. Dus dat is heel erg leuk. Er zijn natuurlijk hele persoonlijke filmpjes. Ik mag een paar van een bepaalde klanten één op één laten zien. Maar dat kan alleen als ik een ontdekkingsreis doe met een klant. Want dat is ook iets wat, als je al heel veel gedaan hebt op persoonlijke ontwikkeling, en je weet al heel veel van jezelf, en je bent toch nog wel benieuwd of er nog veel meer onderbewuste blokkades en overtuigingen zitten, of emoties, dan kan je een ontdekkingsreis bij mij doen. En op dit moment doe ik dat voor een donatie aan een goed doel naar keuze. Omdat meer mensen in deze wereld wat extra hulp kunnen gebruiken, zeker in deze periode van corona. En in dat uur is het één op één via Zoom. En ja, dan kunnen we ook kijken of er een klik is, want dat is ook heel erg belangrijk, of we een traject in kunnen gaan. Even kijken. Oh ja, nou ja, dat filmpje op YouTube. Er zijn wel meer filmpjes. Ja, ik heb wel best wel wat filmpjes ook. Ja, Facebook, missfeelgood.nl. Doe regelmatig live video's. Als ik weer de inspiratie en dan denk ik, oh, dit wil ik delen. En ja, ik denk dat workshops ga ik weer geven. Want dat vind ik toch ook wel echt contact met mensen. Ja, leuk. Nou, het klinkt wel. Nou, ja, dus Facebook in de gaten houden. Oh ja, één keer per week schrijf. Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Start de week met een glimlach. Persoonlijk verhaal. Waarin ook een boodschap of een tip of wat dan ook. Dat schrijf ik elke zondag. En ja, daar zitten taalfoutjes in waarschijnlijk. Maar het gaat om het verhaal. En als mensen die het. Nou ja, je hebt zelf de keuze of je hem leest of niet. Maar het is. Ja, het brein werkt goed op verhalen en op inspireren. Dus op die manier probeer ik te inspireren, motiveren, transformeren. En als iemand die luistert toevallig nog Sophie Hilbrand kent, dan, want die zou ik, die staat nu bovenaan mijn lijstje om een keer te spreken. Omdat ik denk dat zij dit ook wel heel erg interessant zal vinden. Iemand die zoveel met verschillende, nou ja, zelf ook burn-out geweest is. Twee keer zoveel vrouwen raken burn-out in Nederland dan mannen, bijvoorbeeld. Ja, dat is doodzonde. Dat moet echt anders. Dus ik denk dat zij hier ook wel oor naar heeft. Of, ik weet het zeker, maar ze moet het wel horen. Dus vandaar, Hierbij in de eten gooiend. Sophie, ik weet dat ze in Noord woont. ik pak een pontje wel. Of we gaan ergens koffie drinken op het terras. Leuk. Hey Jo, dankjewel voor dit toffe verhaal, voor jouw inzichten. Ja, nou kunnen we jou, Kat. Oh, dat komt natuurlijk allemaal erbij. Want ik vind het ook wel leuk als jij vertelt wat even kort. Hoef jij je niet druk over te maken? Nou. Hey, dankjewel voor dit toffe gesprek. En mensen, dit was de podcast. Dankjewel voor het luisteren. En liken en abonneren. En tot de volgende keer. Bedankt. Hoi, hoi. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkoolno. Tot de volgende keer. Ciao!